ik denk dat de gemiddelde Nederlander zich niet realiseert wat er boven het hoofd kan hangen aan rampen of grote ongevallen. Kijk, en je kan je niet voorbereiden op een ramp. Want die is altijd anders dan je zou verwachten. Nou, dan is het essentieel dat je een opvangnet hebt. En dat is het. En het is maximaal professioneel. En het staat altijd ter beschikking. Zoals een vangrail er niet staat om elke dag 10 auto's op te vangen, maar die ene auto op te vangen die uit de bocht vliegt. Het unieke van het calamiteitshospitaal is dat het een slapende inrichting is die ieder moment geactiveerd kan worden. Wij hebben hier op dit moment een opnamecapaciteit van 200 bedden. Daarnaast kunnen we ook 50 medium care patiënten opvangen. 12 intensive care patiënten kunnen we opvangen. We hebben hier 8000 vierkante meter met heel veel spullen. Die moeten ook allemaal functioneren op het moment dat we open gaan. Op het ogenblik dat dan de raad van bestuur besluit het mag open, is het binnen een kwartier tot een half uur helemaal operationeel. De UMC Utrecht gebouwd, het Centraal Militair Hospitaal werd gebouwd. Er was hier een grote atoombunker voorzien. En die is toen gebruikt om ruimtes te creëren voor de behandeling van slachtoffers. De functie is veranderd in de loop van de tijd, waarbij je nu moet denken aan ongevallen in Nederland met grotere groepen slachtoffers. We hebben nog een incident gehad in de Gijnsehof, hier in de buurt, waarbij 49 slachtoffers zijn afgevoerd van het verzorgingstehuis hier naar het calamiteitshospitaal. Dat is dan de civiele toepassing. We hebben natuurlijk ook nog een militaire toepassing en die is de laatste tijd natuurlijk nadrukkelijk aan de orde met onze missies in het buitenland. De laatste keer was dus militairen vanuit Oeruzgan, kwamen ze hier ook aan. Ze zien hun familie hier voor het eerst. Dus dat is best wel op zich een hele emotionele ervaring voor zowel de verpleegkundigen als voor de familie als voor de patiënt. Er zijn hier ook altijd mensen aanwezig, verpleegkundigen, die zelf ook in het uitzendgebied zijn geweest. En dat helpt best wel bij de slachtoffers. Ik denk als je als Nederland in oorlogsgebieden wil opereren, dat je naar de patiënt of naar de militair deze verantwoording hebt om als er wat gebeurt in dat land, dat die hier naartoe terugkomt en dat die op deze manier opgevangen wordt. In de ambulancehal. En er wordt dan meteen gescand in die zin dat hij een polsbandje krijgt met een barcode erop. Vervolgens krijgen we een eerste screening en dat betekent de ernstig 100 patiënten die gaan naar de rode sluis, de minder ernstige naar de gele sluis. En de patiënten die eigenlijk wel eventjes zouden kunnen wachten, die gaan naar de groene sluis toe. En als het nodig is, kan er onmiddellijk ingegrepen worden in een van de OK's die we hier ter beschikking hebben. Elke keer van elke oefening en elke openstelling leren we weer. We maken er ook uitgebreide verslagen van. Het blijkt dus dat we een uitermate flexibele organisatie hebben. En een absoluut unieke samenwerking tussen het militaire gedeelte en het civiele gedeelte. En een fantastische samenwerking die op de vloer ten goede komt aan elke patiënt die hier binnenkomt. Het gaat juist op de grote klappers, zal ik maar zeggen. En dat zijn de momenten dat het moet kloppen. Dus daarvoor is het calamiteitshospitaal essentieel. Hier hebben wij de insteek, wij zijn er in feite altijd klaar voor.